Fuck iedereen, welkom bij Glory United. Ik ben je host, Bryce Waas de Warte. Ik ben hier vandaag met Mwanza. En ik ben hier vandaag met all the way from the England, all the way from the Manchester, all the way from the United Kingdom, all the way from Duitsland, want dat blijkbaar 18 paspoorten, net zoals mij. Ah, Bed first. First and fast. Boys, het was een lang jaar, het seizoen is voorbij. Maar we weten wat er volgend jaar op ons te wachten staat. En dat is die hele mooie, maar echt hele mooie... Uh, Doe do, do, do die kniep hoog, die kniep omhoog, die kniep omhoog, weet die kniep <tie> Isola Champions! Boys, volgend jaar we zijn we back in de Champions League. Liverpool is in de Europa League. Toggo's, Arsenal is niet de Premier League gewonnen, broer. Dit jaar was nog geen okay jaar, man. Het was een oké, okay. het was een seizoen. We begonnen met twee L's, maar we made it, man. En ik zei het nog vorige show, 6 op zes, we gaan dat gewoon doen, rustig. We gaan eerst beginnen over de wedstrijd tegen... Uh, 6. Even heel you know, snel, ik heb heel snel iets te zeggen. Giovanni, oh, oh. Geniet, geniet van je 7-up. Hmm? Ah. Like, die dag, je hebt hem. Echt waar. Like, prachtige dag voor je. hebt geld. Ik, uh, ik geef het je, maar geniet van de Europa. En weet je wat, Liverpool-fans? Ik ga jullie één ding zeggen. Die 32e finales, die zijn, echt, die zijn echt mooi op, op, uh, op donderdagavond. Die Heerlijk. zijn heel mooi. Heerlijk. Ja, man. Heerlijk. En die, die, die play-offs ook, die je moet spelen voordat je naar de 16e moet gaan, die zijn ook mooi. Om 7 uur in Astana. Slapen. Ja. Heerlijk. La Casa dus, uh, gewoon Dus onthoud gewoon dat...

maar we gaan it back today, snap je? Plus, we hebben Aron hier ook nummer meer in Arsenal what Maar means. It wat het betekent. Het gaat <laughs> diep in onze harten, snap je? Mansa weet dat ook. Dus, vandaag is gewoon de uh, Premier League Banter Show. Uh, we gaan een beetje kijken naar onze wedstrijd die we hebben gespeeld tegen Chelsea. Yeah. Uh, de wedstrijd van vandaag tegen Fulham. Uh, dan hebben we ook een aantal uh, onderwerppppunten die we heeft voorbereid. Een aantal red phone vragen van de kijkers. Uh, en ook een aantal juristen die bij onze club rondgaan. Maar. Ik wil focussen op de wedstrijd tegen Chelsea. Uh, we winnen 4-1. Het was een lange tijd geleden dat we meer dan drie doelpunten hebben gescoord, dus het voelde wel wel goed. Uh, ja, doelpunten gezien van, uh, van Rashford, doelpunten gezien van Casemiro. Het was overal geen topprestatie, maar we hebben er vier binnen gekregen. We hebben er vier gescoord. Ja. En ook tegen Chelsea. Want mijn ding is... Weet je, weet je wat mij zo irriteert, jaren geleden zo? We waren zesde. Je alle jokes. Oh, je bent van 6 to 6. Hmm. Pop got number 6. Je <laughs> oh. got 6 points. Al die shit daar altijd 6-6. Maar nu, Chelsea staat 12. Heel veel staat 5 Maar nu, wij moeten stil zijn. Nee. Ik ben hier voor mijn vraag. Maar, dus, we zijn tegen Chelsea 4-1. Hmm. Aaron, ik begin eerst met jou. Wat vond je van die wedstrijd tegen Chelsea? Ik vond het. Donderdagavond, onze laatste donderdagavond van het jaar. Dank <laughs> u um, ik, ik vond het een rare wedstrijd. De eerste helft. Vond ik, uh, vond ik ons een beetje. We hadden veel kansen, maar we hebben niet, we hebben niet veel uit die kansen gemaakt. Um, en ik denk. Het, het is 4-1 geëindigd, maar het zag er niet als een 4-1 uit, snap je? Hm. Als, als, als je begrijpt wat ik bedoel. Um, ik denk dat wij Chelsea ook heel veel hebben toegelaten. We hebben, uh, ze hebben heel veel mogen doen bij ons, bij ons thuis. Ze hebben kansen gecreëerd in de tweede helft. En uh, ja, Joao Felix komt dan. Uh, Jean-Felix komt erop en hij scoort. Zo'n dingen mogen niet gebeuren, ook al sta je 4-0 voor. In mijn mening, ja. snap je? Ja. Dus uh, ik vond het een rare wedstrijd. Maar uiteindelijk... ja, Ze worden gecoacht door Frank Lampard. Dus uh, alles kan gebeuren als je tegen een Frank Lampard ploeg speelt. Maar uiteindelijk vond ik het een verdiende overwinning. En uh, ja, kijk. Vandaag ook gewonnen, dus happy days. Oké, okay. manza? Ja, uh, ik, uh, ik geef Aal een beetje gelijk. De eerste helft was een beetje... Uh, een te veel uh, pingpongwedstrijd eigenlijk. Ja. Um, we kwamen voor, we waren goed. Een beetje zoals Liverpool. Ja, maar we waren heel zwak in duels. En um, op een gegeven moment was het gewoon van, ah, ze kregen kansen genoeg om er terug in te komen. En uh, dan was er gewoon een kantelmoment eigenlijk, dat we de 2-0 maakten. Um, en toen was het eigenlijk gewoon zoiets van, ja, Chelsea die gewoon opgaf op een gegeven moment. Uh, we hadden de kwaliteit genoeg om uh, de wedstrijd uh, verder te brengen. Mm -hmm. uh, Anthony was er dan ja, ongelukkig uh, uitgeraakt. Uh, Sancho daarna wel vond ik dat hij goed begon te spelen. Uiteindelijk. de kant, hè? Hij heeft een uh, ja, goede wedstrijd ja. gespeeld, uh, veel kans gecreëerd. Uh, achterin weer Lindeleu van der Varaan, magistraal, heerlijk gewoon. Um, Wandisak, Mammisaka, hele sterke wedstrijd. Uh, vooruit ook, uh, vond ik hem ook heel sterk. Hij had die in het shop daar gedaan? Ja, ja, ja. Had, me, had, me, had me echt zo excited, man. Dat ja. je die bovenhoek gewoon ja, ja. Je ging maar maandenlang horen <laughs> De eerste achterin, uh, Shaw, hè? maar hij is kennelijk ook geblesseerd uitgevallen. Ja. Maar hij had Madu ook moeite. Ja, maar hij had echt moeite. Moe moe wow. Wow. Moeite met. Moeite <laughs> <Madu> <laughs> met. Maar de week. Was hij zonder brood, Casemiro. Casemiro weer. Uh, ah, thanks man. <laughs> <laughs> Casemiro, clutch. Clutch man. man, like business end of season. Uh, vorige wedstrijd tegen Bournemouth, Bournemouth ja. gescoord. gescoord oh. Nu weer, eerste eerst doelpunt. Ja. Nieuwkast, finale gescoord. Hopelijk... Hey, I'm the Maar dat is voor straks, man. <laughs> ja, maar... Um, ja, en uh, ik vind... Uh, het was jammer genoeg uh, te open in het begin. Maar uh, ten nacht heeft een paar wissels doorgevoerd. Uh, waardoor het uiteindelijk gewoon ja, uh, we de kansen kregen om het af te maken. Garnacho jammer genoeg niet uh, kunnen scoren. Garnacho was wel scherp ingevallen, man. Dat hij, ja, Heel scherp. Garnacho was scherp ingevallen, man. En, Heel, en we hadden ja. die uh, Garnacho links, dan Sancho naar rechts gedaan. Ja. Dus nu Sancho kon zoals gewoon creator spelen. Hmm. En niet die, uh, die, die direct winnen, want ik denk dat dat wel een beetje een profetie is van links moet echt wel direct zijn. Ja. En je zegt wel bij: Garnacho had echt goed dingen, Hij was terug. Ja. Hij was spelen. Als je die alle hoeken van Ontraffe hebt nee. laten zien, was het een dat Lindelef, iemand. Lindeleff had ook een moment dat hij echt heel hoog doordrukte. Ja, en ja. gewoon ja, hè, bijna kon schieten. Eigenlijk geeft die bal terug aan, uh, aan Sancho. En die legt hem al voor Bruno. Mm -hmm. Bruno met zijn penalty natuurlijk. Uh, en ja, Rashford, hè. Rashad uh, back on the scoreboard. Uh, Top Lief gescoord. 30 doelpunten. Huh? Top niet gescoord. Ja. Sancho assist. Wow. Oh, hey. oh, die pas van Casemiro. hoe was oh. feesting that day, man? <laughs> maar uh, ja, man, ik vond het ook uh, tegen, tegen. Ik vond tegen een wedstrijd. Maar uh, ik denk op het einde seizoen primeert altijd wel uh, de, de resultaten. De resultaten. Ja. Die ja. aan de prestaties. Ja. Um, het was ook zien. Uh, Rashad was een beetje terug aan de blessure. Die zijn heeft wel een beetje gekregen, een doelpuntje gescoord maar zelfs dan eigenlijk weer gescoord. Mm -hmm. um, Sancho heeft dan een heel goede wedstrijd gespeeld en je ziet wel die vertrouwen loopt door yeah. naar de volgende tegen Fulham. Um, en ja, man, ik quote een beetje even kort hebben over Van, want ik heb hem heel veel shit gegeven dit die jaar, ik heb eerlijk toe. Maar um, ik heb wel het gevoel dat hij aan seizoen een beetje gered, man, want er was een periode. Alessandro valt uit, Van valt uit in diezelfde wedstrijd. Uh, toen was ook Maguire gescoord, dus we moesten okay. een beetje kijken van. Oké, okay, met wie gaan we centraal van echter spelen? Was het dan uh, Lindelof en Shaal? Dat is nee. redelijk goed gegaan. Ja. Daar moet ik ook Shaal zijn, 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 uh, zijn pluim voor geven. Maar tegen Bournemouth, tijdens de opwarming, is geblesseerd geweest, maar toch is het uitgespeeld. En tegen Chelsea, wanneer de job done was, eigenlijk mm -hmm. eruit gekomen. Dus daar heeft hij ook wel gezegd van. En dat is een beetje die Aldo mourinho mentaliteit van ja, het gaat soms moeilijk zijn, maar ook door die moeilijke periodes doorspelen. Varaan komt terug, presteert goed, mm -hmm. brengt echt stabiliteit op de defensie, moeten we eerlijk in zijn. Lindelof ja, heeft gewoon. Lindelof, die twee hebben al onze seizoen gered. Want we hadden allemaal een beetje twijfels. Maar Lindelof heeft laten zien: ik sta op, ik ben ook heel goed. En dan, ja, Casemiro ook weer. Business end of the season. Hij zei ook: mijn prestaties waren minder goed. Ik moet ze recht zetten. Hij had een dip naar die kaart. Ja, hij had een dip naar die schorsing. Komt terug, speelt goed. En ja, man, nu gewoon ook tegen Fulham. Twee gewonnen, dan kom je 1 achter. Wel zo weer van: het speelt iets heel doms. Maar dat is het wel. Maar voordat we over Fulham gaan praten, kun je even naar de wide shot gaan naar Vincent? Um, dus je ziet achter Aaron uh, links een shirtje van Maguire. Um, ik wil gewoon eventjes uh, de, de, de oude herinneringen naar, naar boven brengen van Maguire, want hij heeft zijn laatste wedstrijd op Old Trafford gespeeld. Hopelijk. Boar, Hopelijk. Je, nee, nee, hij is gone. Hij is gone. <laughs> You're getting sacked in the morning, man. En hij vindt je finale, broer, ja, yeah, niet spelen, man. <laughs> ja, maar Vlas is het gespeeld, man. En ik kan niet, het had wel zo symbolisch geweest moesten, we oftewel vandaag winnen met een Maguire. Kopbaldoelpunt, want dat is ook amper gebeurd dit jaar. Of we verliezen met een, uh, een, een ongo van McGuire, maar dat is altijd niet gebeurd. Uh, ik denk dat hij één keer de pas heeft gegeven, dan een beetje... voor, die, voor die doel Oh een ik paar. een Voor de penalty. Voor de penalty heeft hij even een keer pas en een paar ook ja. misplaatste pas. En dan spraken we over een penalty. Dat is vandaag een mirakel gebeurd. Jezus is <laughs> niet verrezen, maar de G heeft een penalty gepakt. Jo! De keer heeft gewoon een punt oh, oh, Jezus is, ver is vergeten. <laughs> ah, wanneer, 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 wanneer dit aankomt, wel. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja is, wel. Nee, maar het was echt een verrassing. Broer, maar ik zeg die penalty, voor mij was het gewoon. Oh, Oké, okay, dus... Mitrovic, ja, 2-0. Ik zei nog, ja, want Alex was aan het zeggen, want Alex heeft een wedstrijd met Bob. Ja. En ik zit er heel gewoon om, Ja, Ik denk, ja, snap. Het is altijd, oftewel, mist hij echt gewoon de goal bij, bij meters. Of die bal vliegt er gewoon in. Mm -hmm. Ik heb nog nooit een cent naar re uh, mijn rekening mee gehouden dat De Gea die pakt, maar hij pakt hem, ja. en uh, voor hem was het ook zoiets van, ja, ik snap hij gaat afgelopen week Want nu, de uh, laatste week heeft toch geen fouten meer gedaan, ja. en heeft echt heel stuk. Zoals op als ja. we het vergeten. Ja, het, ja het zo even gezegd. Heel veel clean ja, sheets. Ja. 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 Masterclass in finale, en hey. <laughs> Mensen gaan shameless moven gewoon. Hè? Ja, broer. Heel veel mensen gaan vergeten al die, 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 die fout die hij heeft gemaakt dit seizoen. Ja, bro. Ja. Nee. <laughs> <can't ride>, <laughs> Ik niet aan die mensen, zap je? Gewoon shameless moven, man. Maar ja, man, de uh, game pakt een penalty, dus daardoor wordt het niet 0-2. Wij maken dan de 1-1 via een doelpunt van. Jaden. Jaden Sancho. Snap je? Mr. 007. Ja, want wie weit het seizoen zou hadden, had die ja. gewoon, uh, zo hadden aan die O7 gooien in en Nee, nee. Uh, even over Sancho. Uh, ik ben blij dat hij gewoon nu de laatste wedstrijden uh, zijn vorm uh, goed heeft aangepakt. En ik hoop gewoon dat hij in de finale ook gewoon een goede prestatie kan neerleggen. Het is verbaasd voor je wedstrijd tegen, tegen je Hij doet versnelling bij Lewis Hawk. zeg oh, onfit. Sancho is wel een beetje sneller. Maar ik denk, heel veel mensen hebben verschillende meningen over Sancho. En ik denk dat wij als fans gewoon. Ik denk dat Sancho het beste voorbeeld is dat we als fans of als supporters soms gewoon geduldig moeten zijn. Ja. Heel veel spelers komen aan bij nieuwe clubs en het neemt echt... Het pakt echt ja. heel veel tijd om uh, gewend te geraken aan, aan, aan ploegmaat en ja. aan een nieuw systeem, nieuw soort van voetbal, nieuwe competitie. Allee, niet een nieuw land, want hij komt van Engeland, maar het pakt soms gewoon heel veel tijd. En soms ja, kan het wel twee, drie seizoenen gebeuren. Nu, als fans hebben we zoiets van ah, zes maanden als je niet goed bent. Ja, sup. Ah, snap je? Ja, dus nu zijn het drie wedstrijden als je niet goed bent. Wat is nu? nu zeven wedstrijden? Zeven wedstrijden en... Stop. Want nu, hè, we, zijn, we zijn heel vaak kritisch en we zijn, hè, en uiteindelijk moet ook wel, maar als we gaan kijken naar bijvoorbeeld een City, heel vaak kunnen spelers daar een jaar gewoon, hè, gewoon aanpassen. bijna niet, niet spelen. Ja, maar Calvin he? Phillips is... Oké, okay, maar nog steeds. Hè? Maar ik herinner me, guys als een Ake, ja. hè? Uh, wie nog? Cancelo, uh, ja, uh, Jack, uh, Jack uh, Relish. Ja. Ze krijgen het eerste jaar om gewoon rustig in te komen. Mm -hmm. Tweede jaar... Hebben ze hè, een beetje door van hoe gaat het en zo. Kyle Walker hetzelfde. Mm -hmm. In het begin, het zag er niet uit. Ja. Hij, heeft, hij heeft gezegd van, ah, je gaat zitten. Ga kijken, kijken. Moet, ja. Je gaat kijken. het uh, moet. En kijk als Walker nu. Dus we vergeten soms van, hè. Uh, maar omdat wij in al die shit zitten, hebben wij van, ah, moet nu. Moet nu. Moet nu. Moet het nu gebeuren, Waardoor ja. we soms niet beseffen van, yo, ze spelen zeg maar elke wedstrijd. En ze moeten ook nog uh, alles... En bij sommige spelers gebeurt, gebeurt het sneller dan bij anderen. Je hebt nu Grealish en, en, uh, en City als voorbeeld gebruikt. Kweer um, is zijn eerste seizoen, was matig. Stokke. Nu het tweede seizoen, kijk wat hij doet. Maar ook kijk wat hij doet. Maar als je kijkt naar zijn stadsbro, dat is ook mm. nieuw. Wauw. Zijn ze ja, dat is het. Wow, dus... Hij past gewoon beter in het systeem nu. Wow. Hij ja. weet nu gewoon waar en hij moet liggen. Ook was het een beetje van. Nou, wat zoeken, het was, het okay. is, het, hij was een beetje aan het zoeken, zichzelf mm. aan het zoeken. En dus. het is ook gewoon, uh, ja, uiteindelijk ook Sensho. show. heeft niet een heel seizoen gehad met Den Haag. Uiteindelijk. Om, zeg maar, hij, is er... hij is pas januari of december of zo teruggekomen. Ja, hij is gewoon heel lang ja, weg geweest. Ja. Maar ook een WK-periode. Dus hij heeft inderdaad een heel lange periode niet. Maar het ding is met Sancho: het zijn twee dingen die je altijd moet kijken. Is de speler in kwestie een goede voetballer? Ja, ja, ja. ja. dat zie je sowieso. Ja. Ja. En dan is de vraag: oké, okay, speelt hij echt altijd slecht Want dat, is, dat vind ik nee, niet. Nee, hij heeft nee, soms gewoon niet. goede wedstrijden. Ja, soms mindere wedstrijden, maar waarvan ik, ik, ik zeg van, hij heeft goede dingen gedaan. Mm -hmm, ja. En dan soms slechte wedstrijden. Mm -hmm. Dus je hebt alle drie missen. Maar mm -hmm. het ding is, dan moet je moet kijken naar het is een drie, het is een, het is een lange termijn ding, het is een lange termijn project. Moet die jongen meteen, is hij iemand waarvan je nu verwacht van, hij gaat dit jaar toen niet doelpunten scoren? Nee. nee. Dan verwacht dus, je meer van ja. een Rashford, dan verwacht je meer van een Marcel, dan mm -hmm. verwacht je meer van een Bruno. Mm -hmm. Hij is meer een creator dat we dit jaar beseft. Want niemand dacht echt, mm -hmm. ja. Met Dortmund was dat ook wel, maar had zo ook nog doelpunten links-rechts. Dus. Ja. Maar je ziet dit jaar echt zo van hij is pass-first. Mm. Vorige doelpunt ook tegen, tegen, tegen Chelsea. Ja. Ik daar had die. Hij uh, would hè? Hij niet. die, die Hij ligt die bal, <laughs> de paal. Dus je ziet wel van hij is iemand die ja. uh, altijd met, met past. En als we wat nodig hebben, want als we dan speelt hebben, zoals zie je altijd. Ah nee, hij moet breed spelen. Ja, ah, nee, ja, hij ja, moet dit, dat klopt. Nee, ja, nee, ja. Vorige wedstrijd heeft hij vijf kansen gekregen. Ja, yes. Hij is kapot hard. Hij is net meer gekomen. Maar dat vond ik een beetje raar, want ik zei het nog in de groepchat van. Dit is de eerste keer in maanden dat we langer dan 60 minuten gaan zien. Mm. Um, Martial, Rashford en Sancho. Ja. Wat heel pre-season wat altijd met Sancho ja. op rechts, ja. Rashford links. En Martial daar, en het, het zag er heel goed uit. Ja, we kom. zagen trainingsvideo. Ja, Anthony daarna mm -hmm. bij me, maar heel veel trainingsvideo uh, van de pre-season dan in, uh, in Indonesië waar we zaten. Ja, uh, in, uh, Ja, ja. ja. ja dus, Thailand of zo. So. Ja, die dingen daar. Um, so. Ik denk dat het was Indonesië was. Indonesië. Ja, Indonesië Wat ja. hebben we Bangkok ja. Century Cup gewoon? Dat is Indonesië, denk ik. Bangkok is Thailand. Thailand. Maar die week noemde... Ik weet het niet. Jij gooide Bangkok. Was het niet Bangkok? Als het Bangkok is, is het Thailand. Ja. Anyway, we hebben een review naar ergens, bro. Maar dus... <laughs> Shout-out <laughs> yes, <laughs> <Slaadijen. laughs> naar Indonesië en Shout-out naar jullie, man. We zijn daar. Als <laughs> die wordt gesponsord van ergens. Bro. Nee. Maar dus... Ja, dan uh, vandaag tegen Fulham. Ik daar niet te diep over gaan, want mm -hmm. het, het was geen wow-wedstrijd. Nee. Pak je de drie punten. Derde plaats is secured, dus we eindigen boven Newcastle. Joe bij de way. Maar het is niet dat hij kijkt, maar heel Joe. <laughs> um, maar ja man, dus nu gewoon stabiel. Uh, seizoen toch goed af, af kunnen sluiten. Hoeveel, zijn we nu achter? Hoeveel punten achter Arsenal nu? 9. 9. Ah, die... die... Uh, West Ham en... 9 punten, acht, punten achter Arsenal. Minder doelpunten tegen. 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 Ja. En ik, ik weet niet of het Rashford of, Ma, uh, of Martial is. Eén maar zelfs groepen. meer doelpunten dan, één uh, minder of hetzelfde ja, aantal ja. doelpunten. Niet minder dan. Soms is nu eens even veel denk ik. Ah oké. Okay. Dat is tof. Ja. Bro, dat is dat slecht. En hij heeft denk ik duizend veel minuten minder gespeeld dan zit. Ja man. Jijks. Maar ja oké, okay. ja. dat is een look good bro. Ja, <laughs> maar dus vandaag is... spelen we, um, we spelen met Fred op middenveld die mm. dan een wonder, echt een, een mooie pas geeft aan Bono Fernandes. Dat was ook, ook alles weer heel, heel mooi. Ze zijn weg naar Doel zijn het vinden de laatste weken. Um, Weghorst, staat een grote kans heeft gemist, maar niet te veel op Weghorst. Man. Ja, ga... maar nee 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 nee. Op de podcast. nee, 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 hij heeft Sancho weer van een assist beroofd. <laughs> <laughs> ja, ja, maar wat ja. gooien mensen altijd op Sancho? Nee, hij heeft geen en, en product. Yeah. Dit zijn die dingen. Ja, dat is waar. Die passen als fiek man. Ja, man. Heel mooi. heel mooi. Ja, man. Maar, bon, binnen 2-1, tranquiel, rustig. Uh, iedereen heeft zijn dingen een beetje vandaag gedaan. Hey Mitrovic, uh, <laughs> hij was bezig hè? He? We hebben Pelisterie gezien, één mm -hmm. vieze versnelling. Mm -hmm. Ik vraag me af, waarom dat, dat zo lang duurt om. Waarom examen dat hij zo erg gespeeld dit jaar man? Ja, ik denk goed, heel veel concurrentie toch? Mm -hmm. Op die plaatsen, uh, Sancho. Ja, maar wat de periode nee, nee, nee. Uh, dat hij gewoon minuten kon krijgen maar Ja het is maar Bruno Pezzenti. Ten nacht. Ja. niet zo gaaf tenzij het zeg maar zijn guys zijn. Ja. Dan merk je, dat hebben we echt wel gemerkt dit seizoen. Uh, hij zou echt alleen maar wisselen. Uiteindelijk als het echt gaat om uit. Zoals nu. Nu was het zo laatste tien minuten. Van oké, okay, laat ik een paar guys. Nu gewoon mm -hmm. die minuten geven. Vandaar oh, was hij inderdaad wish van deze Ja, precies. Ik wil maar hij zijn band even ja. yeah, Fred heeft zijn. Uh... Gedag, ze ja. zegt uiteindelijk, mm -hmm. had ook jou ja, een beetje door, denk ja. ik. Maar ik was zijn laatste 9 minuten. Uh. Nu krijg je weer in de per se van, ah, zie je als ik start. Nee. <laughs> hij was weer bezig deze week. <laughs> hij praat <laughs> altijd stoer, man. Hij praat over FA Cup finale, bro. Je gaat niet spelen, We gaan even veel hebben in die finale. Nee, weet je, als we hem voorstellen, ga je spelen 10 minuten. Wel. Maar je gaat niet spelen, bro. Waarom, waarom doet hij zo blij? Yeah, maar... Hij ja, doet, je... doet stoer. Lijkt me dat, meneer, hopelijk ook zijn laatste minuten. Denk het ook ja. Uh... Nee, ik kom me soms bij. Nee nee nee. Dingen, nee nee nee. Sommige dingen man. Ik zou hem ook nee, bij willen nee. houden, omdat ik, een, ik vind hem een goede speler die soms een paar oh, tijd sommige wedstrijden hier kan bijvullen en daar nee, spelen. En je lieche. Je weet Nee nee, ik ben serieus. Ik ben serieus, maar ik ben me wel bewust dat ten Hag hem niet graag ziet voetballen. We kunnen 40 mil voor ontvangen. Je gaat niet zeggen. Ik hou hem bij man. 40 miljoen Hij is je zegt niet ja. Maar je gaat zien, uiteindelijk we gaan voor 15 miljoen verkopen. Hij is een profiel broer. Je gaat zien. Hij is een profiel. die Houw zegt nu 40 miljoen. Doei. Hij is een profiel man. Daarnaast, wij concurreren met Newcastle voor uh, onze positie zo. En ja, Newcastle, een goede midden van laten halen. Nou, nee uh, kijk, Frit begrijp ik. En als je Frit laat gaan, begrijp ik. Maar toch ga ik bij man. Maar Frit gaat nu. de... Maar voor nee, is zo die worst case, je hebt een setback nodig, hij kan daar spelen. Mm. Middenveld, hij is daar, hij heeft goede interacties je, je, in de zes. Je denkt, je, je denkt er nog gaat het doen? Nee, maar ik zeg worst. is voor dit jaar. Iedereen was blessa, zoals in de situatie dat we hebben gehad. Shaw? Ja, maar Wacht, Shaw is ook blesser. Hij gaat Malaysia zetten. Was? <laughs> ja, hij gaat Malasia zetten. <laughs> Om, ja, hij heeft de periode zelfs gewoon een momentje gedaan. Nee, dingjes... Ja, ding nee, man. Ik hij gaat niet Je denkt echt aan... Hij zou, 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 zou Tominey als centerback zetten. Ik, ik zeg ik al, nu, gaat, het nu, Als moet. Hij zou het never doen. Hij zou het never doen. Hij gaat Mingi spelen voordat hij met speelt. Casemiro is denk ik zelfs eventjes te druk. is zelfs centrale verdedigd. Ja, maar de meeste internaat zou dat doen. Nee, nee, Casemiro kan de beste nog niet breken zijn. Hij zou dat durven om dingetjes... Om om centrale centraal. Nou maar je bent op die Ferguson... Nee, nee, met Tominey ik bij. Je hebt Ferguson... Je hebt je op SAM gezien. Puur eh, geweest. Nee, niet daar, bro. Gewoon puur profielgewijs. Ja, we hebben geen ja, grote guys. Oké, okay, okay. maar hoeveel, als, als je hem bijhoudt, hoeveel wedstrijden speelt hij realistisch? Ah, niet is. veel, bro. 15 max. Van de 50, 15 max. En zou meneer daar blij mee zijn? Dat is zijn probleem, bro. Kijk, ja, okay, <laughs> dat hij, gaat, hard, broer. Nee, hij gaat er blij mee zijn. Hè, maar ik kijk gewoon puur, gewoon een beetje heel slim. En uh, als we echt gewoon gaan nadenken, van... we moeten leren guys te kunnen verkopen. Dat klopt. We gaan weer in dezelfde situatie zitten. En wat jij aan het zeggen bent, uh, allemaal sentiment. We gaan weer in dezelfde situatie geen zitten. Sentiment, dat is goed volgend jaar, volgend jaar, Volgend jaar. Ik geen herinneringen aan Volgend jaar. Mm -hmm. Er gaat geen Premier League club meer voor me komen. Want iedereen heeft al zijn uh, guy gehaald. Mm -hmm. En dan uh, gaan we misschien nog maar 15 miljoen voor hem vangen of zo. Of weet ik wat. Dus als je nu 40 miljoen voor hem kan pakken. Voor mij is dat het meeste wat we hebben gepakt in jaren. Doe het, man. Maar jij wou ook Sancho verkopen, dus déjà, jij mag niet... Asche... jij... Als Asche jij San... uh, Sancho yeah. voor 60 moet kan ja. Maar hij is wel gelijk, hè. Mans heeft gelijk. Nee, ik Sancho. Het... Nee, 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 Ik bedoel over... Uh, nee, nee. over oh, spelers sorry. gewoon verkopen, sorry, ja. nee, 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 We hebben nee. de laatste jaren nee. geen... Ik ga, ik ga akkoord. Ik ga echt akkoord, maar met Tommy ga ik bij. En het probleem is ook, heel veel spelers zijn, hebben een hoog salaris. Dus het, echt, het, het maakt het moeilijk om die spelers te, juist te verkopen. Dus ze blijven dan tot het einde van hun contract, of ze triggeren dan... Het laatste jaar van die contract dat ze hebben. Als het vijf jaar is, triggeren ze het zesde jaar. En dan blijven ze nog langer. Kijk, Phil johns kijk hoe lang hij... Ze gaan hem verlengen als hij blijft, hè? Nee, nee. En dat is iets wat jullie gaan belaten. Ik hou Ik hou hem Ik hem bij, man. Je kan niet akkoord gaan. Ik hou hem gewoon bij. ik Ik verkoop hem niet, man. Stupid, though. Dan gaan we verder. Ik weet niet wat die document juist is. Ik heb de vorige. Daarom. Ik zeg vragen van de vorige. Ja, ik heb de vorige. Daarom. Ik dacht van... Dat is een make sense. Jullie zien Wat oh, wil jullie zien af Dus ja, de volgende keer is in mijn Word document, maar geen PDF man. Um, hij zei Casemiro is clutch in, uh, in, in, ja, in belangrijke momenten, dat is waar, denk ja. ik. Um, ja, een reflectie van het seizoen. Ik wil jullie een beetje een, een rating vragen van het seizoen. Voor de v Cup finale. Na de f Cup finale zeg ik dat opnieuw vragen. Maar dus voor het seizoen was geëindigd. Ja, dus nu dat het seizoen geëindigd is. Wij is een score op 10 aan jullie geven voor dit seizoen en uh, waarom? Ik begin met Monza. De hij is denk ik over heel het jaar het meest kritische geweest in het algemeen gewoon. Dus balance toch? Ik hoef aan jou? van mezelf. Nee, ik zeg niet negatief, ik zeg gewoon, je bent het meest kritische. Uh, Goh, je spuurt me on de spot man. Um, dus je eigen document. zie je? Zie je? Nee, ik wist niet dat jij ging vragen om ratings. Maar dat is toch een reflectie? Uh, of niet? Nee, dat is een andere vraag. Als je die mannen net. <laughs> geen stress, geen stress, geen stress. <laughs> maar. Um, ik zou zeggen, als we de FA Cup winnen, zou ik dit jaar een... Um, zou ik dit jaar een 8 geven? Oké. Okay. Nee, nee, maak zit voor Nee, nee, maar ik wil... Oké, dat Oké, niet Precies, ik wil mijn... Okay, okay. um, uh, denk hoe ik dat erbij uh, ga mee. Zonder FA Cup um, een... Uh, ja. Zeven. Oh, ik kan geen 6,5 geven. Ik uh, ik, ik wilde zes een, nee, nee, zes zou ik niet geven. Ik, ik wilde zes en afgeven puur omdat ik ben een beetje streng ben. Dat uh, Tenag niet zeg maar, uh, genoeg zijn voetbal erin heeft kunnen brengen. Ergens uh, geloof ik dat de spelers daar ook wat te mee te maken hebben. Maar ik ben nog steeds van overtuigd. Want in het begin van het seizoen hebben we het een beetje gezien en zo. Mm. En op een gegeven moment stopte het gewoon. En dan heeft hij gewoon gezegd: Ah, oké, okay, nu alleen de resultaat. Ik vind het een beetje jammer. Want uh, er zijn dezelfde spelers die je gewoon. Uh, onder de bus gooien uiteindelijk als de dingen niet lopen dus ik heb zoiets van um, eindig of uh, die by your beliefs zo ja, bedoel ja, ja. like ik wil de coach die we gehaald hebben dus ik hoop ook uiteindelijk dat we daar naartoe toe gaan en dat hij niet zeg maar blijft in wat we nu bezig mee zijn dus uh, uiteindelijk we weten niet wat er gaat gebeuren maar uh, ja ik uh, denk wel gewoon voor tot nu toe dat ik een zeven uh, ja, een een uh, eerlijke beoordeling vind oké okay. Aron voor Casemiro Nee, seizoen. Ik zou ook een 7 geven. Jullie bleven echt anders seizoen dan mij, man. Nee, want. Ik ik vind het begin van het seizoen dat ik mijn verwachtingen waren. Ik zei van kijk, als we zesde of zevende kunnen halen, Ja. en je geeft een 7 voor derde. Ja, maar als je ziet, je verwachtingen zijn zesde en zevende en we halen derde, dan mocht je hoger dan een 7. Ja, maar. Je wilt 8 geven. Ik, mijn ding is een 8, maar ik kan seks uit le maar weet je nog, op een, op een bepaald moment waren wij zo tweede of zo, of derde. Ja. En we waren even heel mee aan het even doen voor die titel, alsje, ja. ja. En heel veel mensen vroegen... Arno, denk, je, denk je, dat je dat je in een, in een title race zit? Hey, zit je daarin? Dus speel je daar ook voor mee? Ja. En ik jij, zei nee. jij dacht dat? Nee, broer. En ik zei nee. nee omdat ik wist... Doe altijd dat er, maar op. Omdat ik wist dat we... Dat, we, hebben, we hadden nog heel veel fouten in ons. Ja. En er waren sommige wedstrijden waar ik wist van... T, hier kan het mislopen. En ja. dan hadden wij dan die... Uh, uh, die wedstrijd tegen Arsenal of die wedstrijd tegen Crystal Palace waar yeah. um, yeah, Casemiro yeah. geel pakt en hij mist dan die wedstrijd tegen Arsenal um, en nog heel veel andere wedstrijden waar we gewoon heel slecht waren. Yeah. Ik wist het. Dus ik ga, ik ga hier niet zitten en zeggen: oké, okay, ja, derde is heel goed, hè? Maar als we kijken hoe wij die derde plaats hebben gehaald, laten wij niet liegen tegen elkaar. Newcastle die laatste wedstrijd hebben gelijk gespeeld tegen was het Leicester. Leicester en nu ja. hebben ze gelijk gespeeld tegen Chelsea. Er stonden niet. ook heel lang derde, en hebben het eigenlijk ook weggegeven op een gegeven moment. Snap je? Oké, okay, dus. maar tegelijkertijd was er een moment dat je zegt van, we konden, we konden meedoen met de titel, niet dat we echt meededen, maar we waren ja. niet bij. We, we stonden achter City en Arsenal. Dus het is logisch dat we derde gingen eindigen dit seizoen. Hm. Ik zou ik ik onze echt lager zetten, moesten we echter Newcastle eindigen. Maar het feit dat we wel gewoon die derde plaats hebben gehaald, Voor mij mag het niet uit of dat het nu is of drie weken geleden, ja. derde plaats, derde plaats. Voor mij. Mm -hmm. Ik geef een acht, puur omdat begin van het jaar wat was de doelstelling top vier, hebben we dat behaald? Ja. Mm -hmm. Wat we een beker dit, dit jaar winnen, hebben gedaan, ja. kunnen we nog een beker winnen. Ja. Mm -hmm. Hoe ver zijn we geraakt in de, in de uh, in Europa League? Kwart en dan Europa je... league, zie... Europa league zie ik als een flop hè. Oké, okay. dus ja, ik... dan neem ik er ook mee. Europa, Europa League is we... we... toch ja? we... ja? maar. Ja? Een... Ja? We gaan naar de finale, maar moesten nee, wij finale. Ja, nee, ja, nee, ja, winnen. Winnen. ja, ja winnen. Winnen. maar want ik zei dat begin van. Maar ik kijk gewoon naar wat we daar in de Europa. Ja, ja, ja? We allemaal in hè. Oké, okay, enige tweede, dat was voor mij bars licht. Mm hm. was echt slecht voor mij. Ja, dat is dat. Maar Voor mij is het ding wel van. Oké, we ons kunnen tussen tegen betere ploegen. Ja. Want dat was voor mij Europa League was van ik wil in Europa lekker tegen de betere ploeg uitkomen. Gewoon om te zien waar ja, staan we. Gewoon om te zien waar staan we. Oké, okay, dat is een goede. Barça spelen we twee keer. Ja. Waar twee keer de betere ploeg. Ja. Echt overduidelijk twee keer de betere ploeg. En we kwalificeren, we gaan door. Dan we spelen tegen Betis. Geen topploeg. Maar daar twee keer overduidelijk de betere ploeg. Ja. En dan tegen Sevilla, match 1. Waar we ook overduidelijk de betere ploeg. Tot Alessandro, Mart Jawel, tot Alessandro Martínez uitkomen. Nee, 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 waar we de betere ploeg. Dus voor mij, als ik het dan bekijkt, is het zijn nu. Dus we kijken naar FA Cup, finale, goed. Oké, okay, mag ik een wedstrijd in, de Carabao Cup, ik heb dat allemaal toe. Maar je moet daar staan, je moet hem winnen, we winnen hem. Dan hetzelfde tegen Dingeske, we winnen hem. En dan kijk ik dit jaar in de Premier League. Onze uitvoering was kapot slecht. Echt pas slecht. Dat was echt olie vibes Maar thuis hebben we ons, het, het, het Fortress gedeelte dat we altijd wel zeggen, is teruggekomen. En dan kijk ik naar, dit jaar we hebben we tegen Arsenal gespeeld thuis, we begonnen City thuis gewonnen. Chelsea thuis gewonnen. Spurs thuis gewonnen. Dat zijn de traditionele top 4, top 5 ploegen. Hm. En Liverpool thuis ook gewonnen. Ja. Dus ik ga dan kijken naar het, over, over, naar het algemene balans. En ik zeg van, voor mij is het een goed jaar. Pakken wij die, die FA Cup? zeg je nu dat ze 9 op 10? Want dat is het maximaal dat we kunnen halen. Ik ga akkoord. Het voetbal was niet altijd dinderend. Maar je weet zelf maar ook niet ja, ja, wat je bedoelt. Maar wie de dat seizoen. het speelt. Ja. ja, ik en snap dan het. Ja. Dan ga ik aan, aan jullie de vraag stellen. Kunnen jullie mij meer dan vijf zetten geven waar dat iedereen. Nee. Van onze basis 11, Piet was in het letterlijk. Het... Ik hoor je even gewoon ja, op uh, ja. reageren. Hè. Uh, ik, hey, ik respecteer wat je zegt. Mm -hmm. en ik hoor wat je zegt. Maar er komt heel veel context bij kijken. En um, ik snap het. Het is, het is een goed seizoen. Het is een goed debuutseizoen. En uh, daar moeten we Terenaanse credits voor geven. Uh, maar ik dan geen 8 of 9 geven wanneer lijper trashings gebeuren? Niet één keer. Niet twee keer, ja. vaak in het seizoen. Ik kan geen 8 of 9 geven wanneer we niet minstens een finale in de Europa League pakken. En, nee, onze, en, onze, en, onze, en, onze, en onze doel, de Champions League, te behalen Als jij niet de Europa League uh, finale kan behalen als Manchester United, hmm. vind ik niet dat je het verdient om Champions League te spelen, zeg maar. Nee, nee. ik doen? Nee, nee, dit is hoe ik naar kijk. Oké, maar dit is hoe ik naar kijk. ik de Nee, maar Weet Champions... je waarom ik dat zeg? Waarom? Uh, we hebben in de laatste zoveel jaar dat we Europa League spelen... Ja. ...hebben we niet gewonnen. Wel, we hebben finales ja, gehaald, maar toen gingen we naar de Champions League... ...en zijn we weer ook weer gelijk uitgegaan. Puur omdat we niet ready zijn. Ja. Kijk, voor mij is het... Als je in de Champions League komt, ja. dan doe je mee met de big boys. Ja, en dan vind ik ook dat je moet uh, gereed worden als een big boy. Maar... Je moet uh, trashings van 6-3, 7-0 dingen... Dat zijn onacceptabele ja, trashings. Zijn. Die moet ik er allemaal bij innemen. Ik kan niet alleen maar zeggen... Ah, de goede dingen... Er zijn ook spels geweest waar we heel slecht zijn... Nu, ik zeg niet dat het een slecht seizoen is. Mm -hmm. Ik zeg gewoon: de, het is een heel balanced season. Mm -hmm. Waar goede dingen zijn gebeurd en slechte dingen zijn gebeurd. En die neem ik allemaal uh, in uh, consideration. Oké, okay, maar als je op basis van wat jij nu zegt. dan mogen er maar zes ploegen meedoen in de Champions League. Dat zijn Madrid, Bayern München en, en City. En dan misschien nog een andere ploeg. Maar Want, zijn... nee, op nee, maar basis van wat jij zegt is van: ploegen, um, als ze niet in, bijvoorbeeld Europees in Europa like, iets kunnen aanhalen. mogen dat niet meedoen met de Champions League. Ja, we gaan naar Champions League volgend jaar Dat heb ik niet gezegd. Hebt, dat is wat je ongeveer hebt gezegd. Nee, ik zeg... Ik vind persoonlijk dat we niet verdienen om Champions League te doen. Ja, maar dat is echt toch... We niet vind genoeg, meedoen, elk jaar, in de Champions League. Nee, als, nee. als Manchester United zijnde. Oké. Okay. Mm. Dus om op dat te gaan counteren, dan vind ik dat er gewoon een aantal ploegen mogen meedoen. Maakt niet uit. Ja, die trashies waren heel slecht. Ik heb ze mij mee al meegemaakt. waar hebben ze allemaal meegemaakt. Dat is een deel van het proces dit jaar. Want, tegelijkertijd hoe je dat in Haag aan voetbal speelt. Maar... Wij weten zelf dat die selectie is niet sterk genoeg ja, dat om ik. dat voetbal een jaar lang te spelen, dat ook ja. gezien. Want het was heel mooi een lange tijd, dan WK's gebeurd, dan waren mm. die kleine we even kapot hard, mm. en dan zeg je van die vermoeidheid komt binnen al die dingen, omdat dan heb je ook twijfels roteert. geroteerd. Maar, met deze kern is voor mij dit het maximaal dat je eruit kunt halen. Als je tegen mij zegt, twee finales en een kwartfinale waar dat je eigenlijk door zou moeten gaan als je serieus was in die thuiswedstrijd, is dat voor mij een zichtseizoen? seizoen. Het ding is, als je begin van het jaar zit, we zijn drie beker en en gaat twee finales halen, zeg ik meteen EV-Cup Europa League. sowieso. Uh -huh. Maar je kan, niet, je kan niet alles controleren. Dus als je zegt van we pakken twee bekers, of we pakken twee finales daar en eentje daar. Ja, dus op één van de drie moesten we verliezen. Ja, maar is het Europa League. Ja. Maar je op één van de 3 moesten verliezen. Dus ik ben, er dan, ben daar oké okay mee. Dus vandaar dat ik een 8 geef, en nogmaals, het was, het was niet goed genoeg. De speels waren niet goed genoeg, maar we hebben er toch iets van kunnen maken. En het feit dat we nog steeds hoop hebben om een finale te gaan spelen en niet te gaan winnen, is voor mij gewoon een, dat is voor mij gewoon een goed seizoen. Men. En dat is weer een... Sorry, dan stop ik. Is... Dat is ook gewoon weer een voorteken naar volgend jaar. Puta, ik moest 1-3 zetten op Genk ik had het gevoel dat 1-3 ging zijn. Ik heb 0-2 gezien. <laughs> ja. Maar ik heb wel over die, even over die, die thrashings en um, ready zijn voor de Champions League. Ik denk wel dat we uit die thrashings gaan leren. Ik denk dat het een, een, het was een heel moeilijk moment was om dat mee te maken. 7-0, 6-3 en al die dingen. Maar ik denk, we gaan eruit leren volgend seizoen in de Premier League. En ik, ik had ook een gevoel zo van. Het doet pijn en ik, ik vrees dat we volgend seizoen niet klaar gaan zijn om echt mee te doen in de Champions League. Zeker niet. maar allora, ik weet het niet. Ik, 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 ik ah, kijk dat soms. Ik het coin je weet nu wie uit uitgaat. Snap je? Ja, je weet nooit Als wij dit, dit seizoen een, ja, een dus dingen zouden zoals Inter Milan, nu, oh. Benfica, Porto. Kijk, dan geraken ja. wij ook in die finale. Ja. Ja. Dan geraken we is ook dus. gewoon in die finale. Hey, broer, gewoon sit back, pak de bas, counterattack, Rashford, goal. Dat doen we ook gewoon, hè? Yeah. Maar. We gaan zien. Ik, ik voel niet. Voor mij, die Barca heeft mij mij gezien. Want ik was echt bang van Barca. Ik voel op dit moment, zonder alle nieuwe, teken... alle nieuwe spelers die we gaan um... halen. Teken... We gaan halen mm -hmm. Ik voel niet dat we 100% klaar zijn voor de Champions League. Maar zoals ik zei, afhankelijk van wie we gaan naar de club gaan halen. Als we nu, uh, al die namen die we gaan noemen straks, als we al die namen naar United halen, ga ik zeggen: van... oké, okay, mm -hmm. misschien. Mm -hmm. Maar op dit moment voel ik. Niet dat we daar klaar voor zijn. Nee. Met, met die kern. Maar ik, ben, ik twijfel waarom, Het zijn een aantal dingen. Ten heeft dit jaar aan mij laten zien. in bekertoernooien. dat hij kan switchen van. zij voetbal naar. we moeten gewoon de wedstrijd winnen. Pragmatisch, ja. Bright Brighton. was geen topwedstrijd. Oké, okay, het was penalties. we gaan door. Ja. Um, de wedstrijd tegen. Uh... Newcastle was ook een beetje. Ja, dus de finale gelijk, tegen Newcastle uh... was uh... ook zo'n wedstrijd voor mij. Um, we hebben ook wedstrijden wedstrijd gespeeld dit jaar. in een competitie. waarvan we zeggen van oké, okay, het is een must-win game. We spelen op een andere manier. Dus daar heb ik wel vertrouwen in. En ook gewoon uit de resume van Ten Haag zelf. In de ja. Champions League dan met Ajax bijvoorbeeld. Niet dezelfde ploeg. Maar hij heeft daar ook wel op bepaalde momenten laten zien: van oké, okay, ik kan wel een verandering brengen in mijn spel. Om bepaalde wedstrijden binnen te gaan halen. Want ik verwacht nooit van een Nederlandse coach om in de 50e een XBD erop te gaan zitten, want we moeten mm -hmm. hem de defensief afhalen. En hij heeft dat dit jaar wel heel veel keer gedaan. Maar in het begin was het niet had gedaan. Ja. Het waren een paar wedstrijden dat we zeggen van als op shop closer, en... en nu zijn we zo soms uh, maar gewoon minuten erop. Hij heeft er les geleerd man. Ja dus ik zie wel geleefd. ja in de wedstrijden bijvoorbeeld de wedstrijd tegen City, je zegt tegen Pep Breng voor de les van de wedstrijd aan de United. Ja. Dus daar put ik wel en, ook, en, het, en hetzelfde is oké. Okay, komen... nee, 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 nee. Laatste ding laatste ding laatste ding laste... Ja. Sorry. Dan mag je overnemen Over de... we zijn niet klaar voor de Champions League, maar we vergeten nog wel in hetzelfde jaar we gewonnen van Barca, City, Liverpool, Spurs. Oké, okay, Fox Spurs, Arsenal. We hebben wel van die ploegen gewonnen. Ja, maar het was niet in de Champions League setting. En Champions League. Oké, okay, de atmosfeer ik... is anders. Je yeah, you know, weet Je Maar snap je, OT under the lights is ook different. Ja, dat begrijp ik different. begrijp ik. Dus dat vind ik. Kijk, 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 kijk. Het uh, is uh, allemaal, allemaal leuk dat we op Old Trafford weer gewoon ja, elke wedstrijd kunnen vinden, winnen. Maar dat is de bare minimum voor mij als Manchester United zijn. Zeker. Kom op. Yeah. Like... Nee, ja, dat ik, moet ik, nee. ik, ik vind niet dat je zoveel uitwedstrijden kan verliezen. Oké, okay, thank you for the lesson. Maar dan 7-0. Maar dan, er zijn, er zijn nog wedstrijden geweest. En ja, hij leert uit zijn dingen. En ja, ik heb ook gezegd hiervoor, toen ik begon. Als we winnen de FA Cup finale, eh, ik geef het een 8. Want uiteindelijk je laat zien dat je op de juiste belangrijke momenten ook gewoon laat zien van... Yo, we zijn er. Hm. Ik kan dit doen. Zal ik doen. Maar ik vind nog steeds, zonder die FA Cup finale... Die voor mij toch wel echt een belangrijke uh, factor gaat zijn in hoe uh, dit seizoen geëindigd gaat worden. Vind ik het een 7. Okay. Een 7 is voor mij goed bovenwaartig. Dus je had ook een 7. Ik had ook een 7, ja. Maar ze had ook een 7, ik had een 8. Dus uh... Maar ik ben helemaal akkoord met... Ja, uh, ah, maar we kom, en... komen in de buurt van elkaar. Ik mm -hmm. vraag me wel, wel af wat dat Randy, uh, Randy zegt. Dus mm -hmm. ik ga hem dat wel eens uh, vragen de volgende keer. Um, ik ga over twee dingen heel kort gaan. Uh, Komt yes. Mino ooit het spel van het jaar gewonnen? Uh, jong speler van het mm -hmm. jaar uh, bij, de, bij de belofte, zal ik maar zeggen. Um, ja, we zien wel, elk jaar is er een, een nieuw talent van mij net dat doorstroomt. Uh, dit jaar hadden we Garnacho, ja. um, het jaar ervoor hebben we ook andere speels gehad. Nu is Meino een van de volgende die erbij komen. heeft denk ik ook één wedstrijd gespeeld uh, in de Carabao Cup en in de Premier League, als ik me nog goed kan herinneren. Um, maar ja, het zijn, het zijn weer jongens die vanuit uh, Carrington komen, mm -hmm. die weer doorstomen en waarvan we volgend jaar weer enthousiast kunnen zijn. Meino ook nog steeds heel jong, door ne net 17 worden denk ik. Dus ja, groot talent weer en, en ja, dat maakt me een beetje. Dat is wel iets dat we met trots waard met United is uh, die, ja, die record van elk jaar wel een, een graduate die een debuut maakt. En die hoeft wel op de bankstof uh, of, of in de speelselectie. Um, dus ja, man, mij Ik hoop na volgend jaar. Hadden we hebben al gesproken met Randy erover. Maar ik denk dat iedereen hier super enthousiast is over. Ja. En dat is wel iemand als ik kan doorgroeien. Dan zeg ik oké, okay, ik Tom niet kunnen laten gaan en zo. Maar ik wil niet meteen al die druk zetten op een 17-jarige jongen. Maar tegelijkertijd mag dat wel gebeuren. Hij heeft die leeftijd ook, hè? Want ja. Heel vaak zien we die guys zijn 18, 19. Hm. Maar dan zijn ze al te oud om te veel nog te banken. Mijn hm. heeft nog die leeftijd om rustig te rijpen. En hierna een wedstrijd te pakken. En ik heb het gevoel wanneer hij 18, 19 is, dat hij al eenmaal echt gaat snappen wat ten af voetbal is, wat ten nacht vraagt. En dat hij daarin mee kan gaan. Dus hij heeft, ja, hij heeft de juiste leeftijd, hij zit er vroeg bij. Maar het is ook belangrijk voor die boys, die 16, 17-jarige 16, 17 boys, om ervaring op te doen. Dan, daarom neem je die boys ook mee op Pre-Season Tour en al die dingen. Ze, zodat ze alles meemaken: atmosfeer, de fans en snap je? De Goeie supporters zijn team... gewoon ja, Want bij de Garnacho was het ook uit het We zagen het voor, vorig seizoen of dit seizoen sorry pre-season. Hij kwam te laat. Was zo lang Want Garnacho was twee seizoen, seizoen <laughs> aan. Want was de vorige jaar ja, gewonnen ja, hè? ja Dus hij kwam erbij. Hij had ook eh uh, Youth Cup. Ja, ja, ja En hij had ook gescoord, Ja hij kwam erbij. Hij dacht hij was die guy maar je? Ja wat zelfs Bruno zei ook zo van. wat nu weten we Inmiddels was het was een speler in de, speler, ja, was een speler in, in de selectie die normaal nuttig ging krijgen, maar als laatste komende dus dus, hmm. Nu weten we het, is garnet ja. ja, We zijn vol haar, ik kan het niet. <laughs> um, maar ja, man, uh, hmm. talenten dat er weer doorkomen. Tanay ja. um, heeft ook gezegd dat Lissandro Martinez erbij gaat zijn voor pre-season. Dat is ook weer uh, positief. Heel positief, maar, ik, ik was heel blij om dat te horen. Normaal gezien wisten we wel, het, dat is al een beetje de timeline. Hmm. Ik denk dat hij een maand vroeger is, maar heel goed. Maar uh, daarmee moet je ook voorzichtig zijn. Hè? Niet gelijk het eerste pre-season wedstrijd erin gooien, Nik pak het rustig aan. Ah, eerste wedstrijd is in Oslo tegen Leeds. Alavramzo, eh, snap je? Zeker niet tegen Leeds, want je weet Leeds hoe ze zijn. We gaan zo net wie spelen en zo. Hey, Leeds, we... <totstuk> Leeds coming down. Uh, <laughs> dan hebben we een aantal rumors, een rumor report. Uh, de eerste naam is, uh... ik, ik vind die net het grappig man. Waarom? Want we worden altijd gelinkt zo met rare spelers die zo niks te maken hebben met Nederland Dus nu ineens hebben we gelinkt aan Neymar nee nee maar maar nee maar is al... maar dat is een weet je dat, weet je waarom dat voor mij is dat niet raar waarom dat is een sense dat nee, is een altijd al gezegd als hij ooit naar Engeland zou gaan is het met ja enough. dat is één twee we gaan waarschijnlijk de nieuwe eigenaars gaan waarschijnlijk uit Qatar marquee, komen ja en ze gaan een marquee signing willen toch niet nee maar en een statement de signing Deja, nee maar ze praten over uitlening niet eens transfer nee nee, nee, nee ik, ik zou juist blij zijn met uitleiding. uitlening ik ook Juist, want dan maar... kan je juist zien of het gaat lukken of Ja, maar kijk, jij, jij had uh, uh, je, je zorgen over. Ja, gaat hij wel, hè? Serieus. Zeg, hij gaat, gaat die, nu werken op de Maar ik ga je nu zeggen: als hij, als hij naar United komt en ja, kijkt manier. naar. En als hij dan de manier kijkt waarop Anthony trendt, uh, Casemiro trendt, als Fred er nog eens. Hij gaat naar die. Oh, naar de is Hé, die boys met Ey, Nee, nee, nee. Je moet Oro vragen om daar een ding te openen. Nee, maar maar wou aankomen als je ten eerste er nooit beaches in Manchester, snap je? <laughs> dus als je naar de beach moet zijn, vooral vooral. Dan moet je naar Bournemouth of Brighton, Brighton by Sea. Brighton, Brighton. Yeah, go Brighton by sea. Ja, voor <laughs> Brighton by Sea. Dat heb ik toch. Maar daar is Hé, Newcastle heeft ook een mooi beach. Nee, Het is een fucking Nee, of luckness, man. Nee, dus je hebt hier een ding Er is geen goede weer in Manchester. Dus je weet, al die Braziliaanen ook. Ja, maar déjà, abuse match. Ah, broer, je match <laughs> 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 is er niet te rijmen. Is niet, dat is niet hetzelfde. Maar ik denk dat Neymar dat juist wel nodig heeft. Broer, hè? hij heeft niks nodig rond hem, gewoon voetbal. Jij ja, ziet elke maar... dag voetbal. Jij ja, ziet Neymar in de snoet gewoon uh, twee truien aan, handschoenen. Ja, ons. hij ja. heeft dat nodig. In de winter. Hij heeft die. Broer, je nodig. die sneeuwstorm, ja. Oh, je hebt nog gewoon winter. gehad. hij heeft in de sneeuwstorm die ja. speelt tegen bij Münchhausen. <laughs> ja? ah, alstublieft man. Nee, maar dat was anders. En hij, hij speelt ook goed. Dat is niet week na week, bro. Nee, nee Neymar, Neymar, een... gaat niet, Neymar gaat niet. gaat niet passen. Dat klopt niet. Jawel, jawel, kijk, jawel. Deze, die man werkt niet. Die man. Dus nog nee, maar. dat is een myth. Dus, dat is dus een myth. Dus dat is, dat is echt een myth. Nee, hij werkt niet. Hij weet ik, niet. Kijk, ik denk dat Neymar nu op een punt zit in zijn carrière. Hij weet dat het nu moet gebeuren Wat of het is mij? gedaan. Huh? 31. Boys. Als ik jullie elke ja, andere, als ik jullie elke als ik ze tegen haar kijk, kijk, ja. man, is gewoon hij, want hij heeft dat die meisje dit? Hij gewoon een 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 een, een speel zien bij mijn United. Ja. Ja. Ik, ja. ik, ik ga voor jou, ik ga voor jou, ik Maar wacht, wacht, Hij is hypocriet, ja. Als ik elke andere twintig jaar een voetbal geeft, want wie, gewoon elke andere, dan zeggen nee, 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 wilt Javald Kane? Breng je Jij terug? Javald Kane? Breng je Samuel is Maar Spita is anders. Nee, Spita is anders. Nee, 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 dat is anders maar dit nou ik moet beginnen over Als als nee, nu komt, maar geen werkt. Neymar maar weet niet, niet werkt. Je moet Neymar elk jaar elk jaar missen in februari, ja. Want je weet hashtag met zijn zus. Als hij als gewoon voorzorgt dat wij door de groepsclassel komen, hij is dan eventjes get. Dat is uw standaard. Wij wij dat, zijn dat een standaard. Als hij voor ons ons verder in de uh, zeer... groepsfase. Als, als hij ons... Wow, bro ik, ik heb stress met ons in de groepsfase, oh. wij, Bro, wij hadden één punt nodig... Om door te gaan tegen, wie was het? Coach. Leipzig en uit. Die coach <laughs> jij. Ja. die coach backte jij. Ja. Dat... No, 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 no. die coach backte jij. Die coach backte jij. Ik ga dat nooit nou, vergeten. Eén punt, Ja, vijf. broer. En hij won eerst 1 Ah, putain, ik win nog. We hebben <haz> een doelpunt nodig hij zegt Brandon Williams. Ja maar, ik ga dat nooit vergeten. En de vorige keer dat we in de Champions League zaten was het, wat? Achtste finale. Bro achtste finale groepsfase, ik heb geen kwart finale gezien hè? in een lange achste, tijd. Hè? De achtste finale zijn verloren tegen wie? Atle Sevilla. Yeah. Ja, en uh, ook tegen Atletico uh, vorig Atletico jaar was dat. vorig jaar. Ah, Atletico vorig jaar. Nee, maar kijk. Als, als Neymar als als nu komt. Nee, broer. Oké, okay, nodig. Ik ga, ik ga eerst naar Monza vragen. Als Neymar nu komt, maakt hij onze ploeg beter, ja of nee? Ja. Als Neymar ja. nu... Waarom zou je dat niet willen? Balistisch moet, maar die boer gaat niet passen in systeem, bro. Kijk, als alleen Zolang hij op het veld, doet wat hij moet doen, zolang hij op het veld doet wat hij moet doen. Ik kan me niet schelen wat hij buiten het veld doet. Bro, maar ik ben niet buiten Nee, nee, ik heb niet buiten het veld. Brian, Brian, nee, nee, snel snel iets, snel iets. Neymar, Oh, jij wilt dat niet. Neymar, King. Nee. Ik wil Bruno Kane, samen met al die assists die Son naar Kane geeft. Luister. Nee, maar ik kan dat niet doen. Luister. nee, luister. luister, luister, luister. Mensen zeggen nu al dat martial lui is. en dan je nog lui lijn Nee, maar is niet nee maar kan lui zijn nee, man. en nog steeds met weet ik wat GA5 komen nee maar heeft ja, man. die heeft gewoon die Hij heeft met zijn Braziliaanse hij heeft gewoon die green dan nodig hij moet gewoon iedereen zien gaat nee, dat ook, er... ook Braziliaan in PSG hè Marquille's maar kill je ook zo ja precies niet ik pop toch dat is competitief in Engeland nee, in ja, de, de premier jullie ook elk jullie op de luron eerst sombreros in op mijn op wat nee maar we zien wat is sombreros ah Antony zo is Antony ik zeg tegen weet je wel, wanneer Aron daar is, nee, nee. ah, hij zit in East End broer, gooi en. die sombrero's. Nee, nee, Brian, gewoon serieus, Neymar is gewoon veel beter okay, dan iedereen. Oké, Neymar ja of nee? Jij ja, dacht ik ja, jij ja. ja, dacht ik ja, ook ja. ja. Die zijn crazy, die zijn op crack man. Ik zeg nee man. Jij wil Pogba terug. Stay away, of wauw. Nee, ik zei ik mis Pogba, ik heb niet dus de kolom terug. Want déjà, die guy is nog meer geblesseerd dan Neymar. Maar, ik mis hem wel, snap je? Pogba, tu me Dan meeste maand, zie, maand wil ik wel. Ik wil mount. Zee, dat, dat ja, daar heb je nee kijk de dus 16 mace. Wat? dat De meeste moet... is zo iemand. En ik, ik zeg altijd. Als ik... Nee, niet eens dat. Als ik naar een voetbalmatch ga en ik kijk en ik vraag een man zo, bijvoorbeeld, ah, die speler, wat, wat zijn zijn goede attributen? Wat, waar is hij er goed in? Hij loopt veel. heeft yeah, passing. Als, als hij begint hij... met lopen, dan... Dat is niet. Oké, oké. ik ga hem verdedigen. Wat, wacht. Wacht. wat. Ja, dat is het. Nee, maar ik ga, ik, ik ga Mount verdedigen. Is zou ook hem zien, of niet? Ik vind hem onmatig. Ma ik ga Mount verdedigen. Merci, ja, ja. Mount, Mount, is gewoon is echt... Mount is gewoon een upgrade op uh, Sabitzer. Hè. Gewoon een goede sterke... Voetbal, en wa waar mij gewoon een beetje dru druk om maakte, was we waren hem gelinkt om transfervrij over te nemen. Daar ja. ging ik mee akkoord. Nu, ik koord Chelsea wel 80 miljoen. Maar like... hij gaat niet verlinken, dus ja, I don't know, ja. maar nee, United wil hem echt zomaar halen, zeg maar. Dus we gaan geld betalen, we gaan 40, 50 miljoen of zo wilt United uh, betalen. Ik vind het niet erg, maar er moet iemand nog bijkomen. Ik vind het juist wel erg, want toen ik die, uh, toen die geruchten eerst begonnen, dacht ik van, oké, okay, ja, grapjes hier en daar. Want soms hoor je sommige die wild dingen. Oké, okay, geen probleem. Maar nu begin ik zelfs te twijfelen aan het soort van voetbal dat Ten Hag wil spelen. Wil je echt? Possession, voetbal. Nee, ik heb Maar of wil je dit doen, of wil je... Nee, nee, kan of niet iets maar anders kan dan ik ga niet mee. Of, of nee. probeer je iets anders te doen. Want als je kijkt naar al die spelers die hij heeft gehaald... Weghorst. Groot, fysiek. Noodzaak. Noodzaak. Mugger was noodzaak. Oké, noodzaak. Oké. Ja, noodzaak. Sabitzer, Nee, kijk naar de early signing. Wie wilde hij kopen? Kijk in de zomer. Kijk gewoon in de zomer. Kijk naar de spelers die hij nu speelt. In de meeste wedstrijden. Nee. I'm with you. Kijk naar de spelers die Rashford speelt elke beste rijden. Is dat technisch? Produce bro, maar je moet niks hebben die scoren, bro. Maar nee, nee, nee. Maar afhankelijk van het stijl van, van, het stijl van voetbal dat Ten ja, maar wil spelen of waar hij voor bekend staat. Oké, okay, dan moet Sancho spelen op plaats van, van Rashford en dan staan we achter. Oké, okay, kijk, laat me. Dus, uh, ten nacht toen hij naar de club is gekomen, elke speler aan wie we gelinkt waren, is, is een speler die Ten Haag voetbal speelde. Ja. Ja, hij heeft niet elke speler kunnen halen. Nee. Dus is hij voor alternatieven moeten gaan. Nu is Lissandro Mathias een hele goede alternatief. Is dat wel was een, was... Like... Een halve aal. Uh, zelfs als ik naar andere spelers kijk, was misschien enkel Casemiro die een beetje misschien orthodox is, maar hij heeft nog steeds iemand zoals een Alvarez in zijn ploeg bij Ajax gehad. Die een beetje zorgelijk profiel had. Mm -hmm. en ja, ja. Dus daarin heb ik zoiets van: oké, okay. als we nu gaan kijken in de winter, ik vind niet dat we de winter kunnen beoordelen. Want als we gaan kijken aan de guys aan wie we eerst gelinkt waren, jij wilde wel jouw Felix en Gravenberg. Mm. Beide ja. konden we niet halen. Eén omdat we geen geld hadden en. Bayern wilde, Gravenberg wilde ze niet uitlenen. Ja. Dus uiteindelijk zijn we voor Saberse gegaan Klap. en Weghorst. Dus ik weet niet of we dat kunnen uitrekenen uh, nou, op... Grappig dat we van Felix naar Weghorst gaan. Dat is wel een hele oproep. Ja, ja. Ja. Ja, maar, uh, uiteindelijk... maar noodzaak. noodzaak en, uh, Weghorst past wel een beetje in de ja, precies. Uh, hij past een heel klein beetje nog. Eh? Dus uiteindelijk heeft hij daar nog voor gegaan. Bij Moud, ik... weet je wie ik in hem zie? Ik zie, ik zie een Klaas in hem, maar dan gewoon veel beter. Mount is gewoon een betere klasse. En dat is een mm. beetje die profiel die hij daarin heeft. Ik denk nog steeds, kijk, Mount, Mount Rabio, dat zijn die guys die we nu moeten bijhalen. Die een upgrade gaan zijn op, dit, uh, op deze squad, weet ik zeker van. Dependable. Uh, heeft hier en daar zijn GA. Geen blessures, dat kan En ja, ja. uiteindelijk ga je upgraden op die guys. Ik vind gewoon, we moeten niet te veel op hem betalen. Ik bedoel. dat heb ja. ik gewoon. En niet te groot salaris geven. Oké. Okay. Um, ik moet de show bijna afronden, maar uh, ik heb nog een uh, laatste vraag. Ik moet weer op yes. het document springen, mijn excuses. Um, ik had een aantal red phone-vragen van de kijkers. Um, gaan we niet doen. Uh, <laughs> gaan we ook niet doen. Gaan we ook niet doen. Ik ook, <laughs> ook niet doen. ook niet doen. Ja, een week. <g familiarity> ja. Uh, Maza heeft een quiz voorbereid. Ah, oké. Okay. Um, Brian tegen Aaron. De laatste keer dat dit was gebeurd heb ik Aaron pakjes gegeven, 3-0. Hebben we die kleine bordjes nodig? Hebben we de bordjes nodig? Uh, ik zou zeggen nee, want we hebben tijd nodig. We zitten in nodig, Oké, laten we gewoon. So, korte quiz, vier vragen. Uh, buzzer? Ja, yeah. Harry Maguire. Nee, uh, uh, het is gewoon, uh, zeg maar, ik, uh, het is ABC en dan... Ah, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh, ik kies. Oké, okay, okay, okay. de eerste vraag maar is... Wacht, je deed ABC. A, Als hij nu C zegt en ik weet het niet, Kan ga hem volgen toch? Beter buzzers, man. Nee, uh, je krijgt 10 seconden. Na 10 seconden... Ah. A. Ja, ja, want ik ga hem God. gewoon volgen. Five, 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 we gaan hem laten niet zien, hè. Buzzer. Ja, buzzer. buzzer uh... Maguire. Maguire en Williams. Fuck it. Maguire en Brandon Maguire. Yeah. Yeah. Succes. Hele, als ik een speel kon maken op FIFA, dan noem ik hem gewoon Brandon Maguire, man. Ik maak hem zo alle twee. Kid, uh, Oké. Okay. De eerste vraag. Again. <laughs> Welke van de drie spelers heeft de laagste marktwaarde? Uh, A. David de Gea. B. Thierry Malacia. Of C. Marcel Sabaté. Maguire. De Gea. Dat is waar. Ja. Yeah. 15 miljoen. Togas. Loser. Word wakker. <laughs> 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 Hoeveel spelers in de kern hebben een dubbele nationaliteit? A, 12 spelers, B, 9 spelers of C, 14 spelers? Hoe oh nee. 12. Ja, is het juist of niet? Maar als je zegt fout en ik kom er naar mij. Oké, okay, McGuire. Ah, nee, maar dan ga ik hem volgen, bro. Dat is fout. Is... Oké, okay, Maguire. ik denk 9. Ik denk niet dat we veel doen. Beide fouten, 14. 14? Ja, Oeh, interessant. 14 spelers. Oké. Okay. Vraag 3, hoeveel van onze spelers zijn 26 jaar of ouder? Maguire. We hebben. <laughs> 15 Dat was geen antwoord A. 17 B. 19 Of C. 14 We hebben 32 spelers in onze kern Fuck Inclusief nummer 11 Wat was het hoogste? Uh, 19 Ja Nee Het is uh, 17 ah. We hebben 17 uh, spelers die 26 jaar of ouder zijn Fucking. En de laatste vraag uh, Voor uh, twee punten <laughs> Hoeveel kansen creëert oh, Twee punten <laughs> <laughs> En uh, Deze heb ik zelfs weggegeven in de show. Okay. Hoeveel kansen creëerde zijn show donderdag tegen Charles? Ik het niet. is sexy, ik heb er wat is ons season. Yes. Boom, nog één ding en dan gaan we de show afsluiten. Volgende week spelen we uh, tegen Manchester City broer. in de finale van de FA Cup. We hebben daar een aantal keer geteased. We gaan ook preview in de preview-show met Koeka Sport. Maar ik wil het vragen aan mijn United broeder, snap je? Want als wij bloeden, bloeden wij rood. Jullie ook, maar wij ook, snap je? Manchester United Red Devils, we zijn daar. Aaron Sikaya, City, Faka. zeg mij maar broer, zeg mij. Maar. Kijk, kijk. Als jullie iets sensibels zeggen, broer, pak je ze. Ik ga je kapot slaan. Nee, kijk, Als je niet beginnen is het het begin met Pak. Ik ga, Wie ga jij ik kapot... heel eerlijk zijn. Hoor. Wie ga jij kapot slaan? Ik ga heel eerlijk Yo. zijn. Jou! Wie ga jij kapot slaan? Ben jij een rare doosje, kabana, broer. <supen> ik ga heel eerlijk zijn. Ik denk dat we gaan winnen. Want in de finale? 5-0, 2-1. 2-1 en we scoren de laatste minuut. In de finale kan alles gebeuren. Je bent er al geraakt. Je hebt ze al een keer verslaan dit seizoen. Mm -hmm. Waarom niet? Mm. Ah, die, Waarom niet een tweede keer? Inspirational. Waarom niet een tweede keer? Die, dus ik denk daar... dat. Het... En ik wil niet eens winnen om te zeggen van oh, we hebben City, we hebben die, die trouble gestopt. Nee, ik wil winnen omdat ik die trofee wil. Mm -hmm. Dat is mijn eerste reden. Amen. Dus ik denk dat wij gaan winnen. Wie prikt er? Het gaat moeilijk zijn: Rashford. En twee keer: Casemiro. Oké, okay. Rashford Casemiro. Mohan's Wembley, <laughs> Wembley, we're the famous Man United, and we go to Wembley. Wembley, Wembley, we're the famous Man United, and we're going to Wembley. In three matches, United to win. Oh, so let's go. Five nil. Who's <laughs> Alan? Who's Alan, bro? You're at that league. I'll wait. We'll at that one. Ik ga ze op de grond zetten. Die dag, die dag jullie gaan weten wie dat fucking Anthony Martial is. Die dag, die yeah. dag jullie gaan weten wie dat Marcus Sprengstoff <laughs> is. Die dag jullie gaan weten wie dat no is. En die dag, broer, Bani, viva Garnacho! Down the wing. Hey, United sing. And En dan nou we gaan de rij zijn koude hoofd die beker in de lucht steken, broer. Pef ga halen, broer. En dan gaat we rap pakjes krijgen van iedereen in de Champions League finale, broer. <laughs> maar ik was de host, Brian was de Waarte. Dit was Glory United. Ik was host nogmaals Brian de Duarte. Maron was hier, Maza was hier. En ik zie jullie bij de volgende episode van de Glory United, wanneer we dus een beker in de lucht gaan steken. Tagos. Zo Bed first. First and fast.